24 september vond de vijfde editie van Boterie Maas en Waal plaats. Teams van surfersclubs voeren sportief strijd om zo geld te verdienen voor een hen zelf gekozen doel. Er werd geroeid in de zogenaamde kuikensloepen met 8 roeiers en 1 stuurman. Ook dit jaar streken de teams weer neer op het water van de Gouden Ham. Vanuit Moekermoren legden de teams elkaar het vuur aan de schenen. Er zijn 12 teams die mee gaan strijden. En een team die gaat strijden bestaat uit 8 roeiers. Eventueel een 1 of 2 reserveroeiers die men later in een finale in kan zetten. Maar de boot wordt bemand door 8 roeiers. En daar is een stuurman aan gekoppeld. Die maakt geen deel uit van het team, maar die behoort bij de sloep. Nou, het is zo, de deelnemers die we hier vandaag hebben, dat zijn allemaal serviceclubs, dat zijn rotaryclubs, dat zijn lionsclubs vanuit het rivierengebied. En zij leggen allemaal €800 in en zij nemen een goed doel mee waarvoor zij gaan strijden. Dus ze hebben allemaal een goed doel, €800. En ze hopen uiteraard met een mooie cheque huiswaarts te keren. Dat betekent dus dat we 12 keer €800 in de pot hebben, dat is €9600. Daar brengen we nog een bedrag bij wat we overhouden aan sponsorinkomsten. Dus we hebben gezamenlijk €11.800 te verdelen. En dat wordt verdeeld tussen de nummers 1 tot en met 6.